Oké, boys, we hebben gebeld. Heel benieuwd. Hallo, met Floris. Hallo, met Floris. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hield jaar korps jou vandaag. Hoor ik of ik geslaagd of gezakt of een kans in krijgen? Het kan natuurlijk alle drie. Dat hoor ik vandaag. Het is nu voor mij 2:03. En vanaf 3:30 worden wij gebeld. En het is niet eerste geslaagd of eerste gezakt. De eerste doen gewoon, volgens mij, gewoon vanaf de lijst. Dus er kan een geslaagde komen en dan een gezakte. Dus het is niet dat als ik heel lang niet gebeld word, opeens gezakt ben of juist geslaagd. Dat is niet zo op onze school. Ze bellen gewoon vanaf 3:30. En dan, dan word ik op mijn iPhone word ik dan gebeld. En dan krijg ik te horen, ben ik zenuwachtig? Nee, totaal niet eigenlijk. Om heel eerlijk te zijn, weet ik eigenlijk wel bijna zeker dat ik geslaagd ben. Zou wel een mooie grap zijn als ik opeens gezakt ben. Ik zat erover na te denken, zou ik gewoon een prank maken met mijn ouders of zo, de camera's gehangen. En gewoon doen alsof ik gezakt ben. Dat ik een vriend laat bellen en dan doen alsof ik helemaal gezakt ben. Toen dacht ik, weet je wat, die prank is wel heel erg overused. Laat ik die gewoon even niet doen. Maar ik weet gewoon wel bijna zeker dat ik geslaagd ben. Toch gaan we het even lekker opnemen. Het mobieltje ga ik straks op de luidspreker doen. Dan horen jullie lekker mee. De stem van mijn mentor. En dan horen jullie of ik geslaagd of gezakt ben. Eerst ga ik dus even wachten, want ik kan pas over 27 minuten gebeld worden. En ik denk niet dat ik als eerste gebeld word. Kan natuurlijk wel. Dus ik blijf natuurlijk gewoon lekker klaarstaan met de camera aan. Maar we gaan het gewoon even zien. Dus eerst even lekker met z'n allen gaan wachten. Het is 3:30, woensdag 13 juni en vanaf nu kan ik dus gebeld worden. Ik ben nog steeds niet zenuwachtig. Ik ga gewoon lekker op mijn mobiel zitten. Ik knal de opnames aan of uit. Ik moet even kijken, ik knal hem gewoon aan als ik gebeld word. Als ik een telefoontje zie. En dan, dan gaan we zien of ik geslaagd of gezakt ben. Nog een paar minuutjes waarschijnlijk. Ik denk maximaal een kwartiertje dat duurt. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, boys, we worden gebeld. Heel benieuwd. Hallo? Met Floris. Hallo, met Floris. Gefeliciteerd, je bent geslaagd. Nou, dankjewel. Lekker. Dat had je hopelijk verwacht. Ja, ik had het wel verwacht, ja. Ja. Maar toch heel mooi voor de bevestiging. Het is toch wel fijn, hè? Ja. Geen enkel vijfje op je eindlijst. Oh, mooi. Mooi. Ja. En natuurlijk kunnen we net van een 7. Wat? Een 7 toch, natuurlijk. Kunnen. Toch nog. Echt? Ja. Oh, nou, ik totaal niet verwacht. Dat chill natuurlijk. Wanneer krijg je de rest van de cijfers, zeg maar? Of kunt u dat nu niet zeggen? Nee, ik moet nog heel veel mensen bellen. Maar okay. Om 2:30 in de kantine krijg je cijferlijsten nog het een en ander. Wanneer dan? Morgen? Morgen 2:30, ja, oké. Okay. Ja, nou oké, okay, dankjewel. Goed. Ja, oké, okay, doei. Doei. Ja, cheeky geslaagd natuurlijk. Ik wist het ook wel. In natuurkunde, daar had ik met haar over. Het is een natuurkundedocent. Zei, ja, dat ga ik nooit halen, 7. Toch wel dus, kennelijk. Geen idee hoe. Bedankt voor het kijken. Komen video's aan. Ik ben geslaagd. Rustige vakantie natuurlijk nu. En jongens, ik zie jullie allemaal de volgende video. Hopelijk blijf je lekker nog kijken op mijn kanaal. Ik ga lekker naar beneden. En tot dan.